En hallo mensen, tof te kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in een potje Team Deathmatch op Infinite Warfare. En ik speel vandaag met de enige echte HVR. Ik heb erop staan. Ik weet niet hoe die ILO heet of hoe dat ding heet. Ik heb in ieder geval, even kijken, Stock, Rife Barrel, Quick Draw en Grip op staan. En als perks heb ik Scavenger, omdat ik er eens naar out of ammo raak. En dat heb ik nog meer op staan. Overklok, dankjewel. We gaan nu proberen een mooie score in te zetten. We hebben een klein team, dus ja, dat, ik heb, weet je, we gaan het zien. Klein detail over deze map. Ik heb deze map nog heel weinig gespeeld, dus ik weet niet zoveel van deze map. Een beetje nadelig voor mij. Best wel heel nadelig. Dus ik moet heel erg zoeken in deze map, omdat ik eigenlijk geen idee heb. Fuck you, kom dan. Wees een man. Staat daar. Oh, zijn met meer. Oh shit. Sorry voor de camp, jongens. Hij zit hier. Wow. Wat doe jij? Ik weet het wel. Oké, we gaan lekker 5 omheen. Prima. Ik denk dat ik de enige ben die deze wacht niet zo goed op de kop kent als ik het zo zie. Oh, mag ik niet hebben. Oh. Wat doet deze enemy? Holy shit. I believe that just put us in the lead. Oké, cool man. Nice job, Nederlandse. Oh, daar ga ik. Jammer. Je fietsje altijd handig natuurlijk. Ik heb wel, ik kan mijn scores maar één keer halen dat ik speel met die open prachtige. Hup. Ik zeg jullie, dit is echt één fijne plek. Gaan ze op weg voor de enemy, dat kan niet. We gaan ze rekken, we gaan ze slopen, we gaan ze helemaal kopen. Oh lol, ik kan er ook naar boven. Mijn schuld. Wacht. Ja. Hier moeten ze zo zijn. Wachten. Nog een hele ding erop. Copy, scarab in bound. Ik wil het ding wel. Fuck you. Ik heb half mat erop, maar ik heb het niet. Oh mijn god, heb ik hem nu benauwd? Ja, waar? Oh mijn god. Nu heb ik hem eigenlijk heel hard benauwd. Hij dacht waarschijnlijk hetzelfde over ons. Beetje jammer, maar oké. Okay. Oké. Okay. Oh mijn god. Oh mijn god, wat een camp. Holy shit. Dan zat ik gewoon stil, maakt ook helemaal niks uit. Hier verwachten. Enemy UAV. Ja, camper. Oh. Fuck you. Echt waar, damn. Oké. Okay. You are halfway there. Continue advancing. Oh mijn god, ik had je niet gezien. Mijn schuld. Ik hoorde iemand sliden. Hij ging wel op de telefoon. En die bedankt op de telefoon, want ik had ik alles ook moeten horen. Maar oké. Oh, ik moest haar laden, ja. Ik weet niet waarom ik best max volgens mij niet in deze game. Wat zeg ik nou? Wat? Oké. Okay. Ah, het zal allemaal goed.
Je loopt niet beter. Oh. Ik heb koud. Weer een kant nu de bar laden. Oké, gaat goed. Ik zeg je, dit is echt één na. Opletten. Ik ben zo bang dat er spontaan weer iemand in mijn nek staat, hè. Dank je. Oh mijn god. Ja, dat is een beetje jammer. Maar we zijn hier wel goed weg. Dit is echt één nice clash, vind ik zelf. Al zeg ik wel dat de enemies in mij nog niet altijd goed zijn, maar we hebben wel een fijne clash. Oh shit. Ik vind het zo'n kut clash, holy shit. Ik weet niet hoe ik er moet komen. Ik vind het zo'n kut clash. Oh. Dankjewel teammate. Oh, we zijn nog klaar. Oké. Hier komt de team. Oh, lol, jij wil me nog team. Oké, prima. Ik vind dit is een heel, ja, in mijn ogen een vrij snel potje. Maar, wat ik ga doen, ik ga je ook meteen even laten zien deze Clash of Clans en waarom ik hem zo in elkaar ga zetten. Want ik heb een beetje geëxperimenteerd met deze Clash. Dus, ja, mijn derde, dat is prachtig. Ja, daar sta ik hoor. Ik vind het prachtig. Wat wel nice is de game, dus de game is er zo even uit. Dus ja, Infinite Warfare is dus een tijdje uit. Tweede video die ik erover maak. Level 38, prachtig. Listen up, Saber. This is ja, ik hoef jou een mooie informatie niet te hebben. Maar, in ieder geval. Deze clash. Dit zijn de clash die ik op dit moment gebruik. De MV4 Fallout met, ja, hier is eigenlijk niks aan veranderd. Nog steeds een chill clash, volgens mij gebruikt iedereen dit ding. Ik weet niet wat het is. In ieder geval, iedereen gebruikt suppressor. En volgens mij ook Longbarrel, maar die heb ik er nu niet op staan. Oh, nee, die heb ik nog niet. Lol, wist ik, maar daarom dus. Want ik heb dit ding gestitcht. Dan hebben we, ik heb de Karma ingewisseld voor de HVR die ik Mark Deptus mee speelde. Daar heb ik dus de Trojan op gezet. Ik kan niet op de ding, op de Trojan of hoe je het wil noemen. Wat ik nice aan het ding vind, is dat er een soort van, als je hiermee inzoomt, dan krijgen enemies een soort van geel vlak om hun heen. Of hoe je het noemen wil, in mijn geval is het geel. Volgens mij is bij iedereen geel, maar het is geel. En dat is makkelijk in mappen, eigenlijk gewoon mappen die een beetje waanzin zijn, zoals de mappen van net. Omdat je hebt niet zo goed overzicht in mijn ogen van waar nou iedereen staat. Dat er heel veel hoekjes en in dit geval stukken rots zijn. En dan heb ik een heel slecht overzicht. Dus dit is echt de perfecte oplossing. En ook bij mappen die wel overzichtelijk zijn, is dit gewoon super chill. Dan zeg ik wel dat ik na een tijdje met dit ding spelen, met die Trojan, best wel kop aan krijg. Dus ik wissel dat een beetje af met de Terminal, met de Elo, met de Reflex. Of dit ding heb ik nog nooit meer gespeeld. Maar in ieder geval met de Reflex of met de Elo. Dan hebben we dat mooie stok, want dan kunnen we sneller inzoomen en lopen tegelijk. Dus dat is prachtig, een beetje snel bewegen. De Rive Barrel, dat is de Long Barrel. Om minder recoil, minder gedoe. Ja, jullie weten wat het doen. Net zoals deze en deze. Maar wat ik had eerst geen Quick Draw, want ik had Extended Max. Daarom zag je ook duidelijk best wel dat ik heel veel aan het herladen was. Want ja, het is niet anders. Ik had namelijk het idee dat ik veel meer kogels, dan dat eerste. Ja, het is logisch als je normaal Extended Max hebt. Maar ik had toch al ontdekt dat Quick Draw echt. Dan kan je meteen schieten. Je kan meteen inzoomen, dat red je met gunfights, red het je zo vaak. Dus het is echt een aanrader, Quick Draw is echt een aanrader. Dus in principe, als je met de HVR gaat spelen, is het gewoon een goede setup. En dat ik in dit geval scavenger, dat ik snel out of ammo was. En overklok, omdat ik graag die specialist gebruik. Dat eigenlijk heeft niet echt een reden, gewoon omdat ik dat leuk vind. En dan heb ik er nog een mooi dingetje op staan, nou, deze, de Tactical Pink. De pink gewoon echt een prachtig kleur vindt mee te tellen, dat dit gewoon, ik vind het één kut ding. Dit vind ik er niet mooi uitzien. En hier heb ik niks mee, dus simpel. We hebben nog eens dit dingetje. Ja, ik heb dit Legendary, die Timelight. Dus dat is dat rare dingetje wat eraan hangt. En ik heb verder helemaal niks daarvoor. Dus. Oké. In ieder geval, als jullie van deze video genoten hebben, doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te reageren en te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Als jullie mijn scoren, ja, prima vonden. Want even kijken, kan ik dat zien. Dat kan ik hier zien. Dat is ook leuk. Heb ik nog niet laten zien. Waarschijnlijk hebben jullie het allemaal gezien. Maar wat leuk is aan deze map, of wat hier leuk is aan dit deel, is je kan zien. Waar je aan de hand van rechts in het scherm kan je zien deaths en kills. En op de map voor je kan je dus zien waar je vaak bent doodgegaan en waar je kills hebt gemaakt. Op die manier, dit is dus zeg maar hoe het eruit ziet aan de hand van het hele team. En dit is alleen aan de hand van mij.
Dus als je goed kijkt, zie je dat ik op dat deel links, dat ik daar het vaakst door ben gegaan. Ja, dus dat is gewoon heel duidelijk. En eigenlijk overal verspreid verder op de map heb ik best wel wat kills gepakt. Dus dat is prima. Dus ik kijk naar mijn teammates. Die zijn ook op die plek waar ik dood ben gegaan, best wel veel dood gegaan. Er zijn echt bepaalde plekken zoals je ziet. Zoals bijvoorbeeld een beetje rechts in de map in het midden. Daar gaan op dat punt worden door ons alleen maar kills gepakt. Daar gaan ook teammates op dat punt alleen maar dood. Dat zit ook helemaal niks tussen. Dus dat is best wel grappig om te zien. Dat was gewoon een klein detail. Nou, zie je hier dus dat ik een 23 op 10 sta. Dus een prima score. Dus in ieder geval zoals ik zei. Als jullie van deze video genoten hebben, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal. Laters, dag en doei.